zijn bezig met slopen. Wat er kan, is natuurlijk nieuwe douche terugplaatsen. Want er moet een douche komen. Je kan een normale douche maken, maar dan wat groter. Of een doorloopdouche. Dan zet je hier een glasplaat en dan loop je er echt omheen. Goed, daar is de ruimte net iets te klein voor, zoals je ziet. Dus in dit geval is gekozen voor een veel grotere douchebak. Niet een bak, maar een douchevloer. Gewoon een inloopdouche. En daar komt de rand van de douche. Dus daar op de vloer. En daar komt de wand, waar je het ziet, het streepje. En dan komt hier gewoon de nieuwe douche. En ik heb hier ook een uitgewerkt in kosten. Al veel eerder. En als je dat wil zien in een stappenplan, zal ik die zetten in het bericht. En we zien het in YouTube, zal ik de link onder de video zetten.